het systeem, want dat is ook boeiend om te ontdekken, het systeem van theaters en culturele centra, zij boeken eigenlijk een jaar, anderhalf jaar op voorhand. Zij boeken eigenlijk voorstellingen die ze niet gezien hebben. Dus dat betekent dat op het moment dat Kras dat uitstuurt, dat zo de programmator moet zeggen van, oh god, ja, ik heb ergens nog een dinsdag, laat ons dat eens proberen. De meeste van die culturele centra zijn natuurlijk, ja, zitten ook in dat gesubsidieerde circuit, zijn ook niet echt afhankelijk van hoeveel mensen er nu komen kijken. Ze betalen een soort uitkoopsom en dan zien ze wel. Dus het feit dat er heel veel voorstellingen zijn geboekt is natuurlijk fijn, maar het betekent niet noodzakelijk dat ook volle zalen zullen zijn. Ja. Ik bereid mij ook mentaal voor dat spectaculair zou kunnen variëren. Omdat uiteindelijk, laat ons een kat en kat noemen, het is nog altijd een niche gegeven. Allee, het gaat over film. Hè. 100 jaar film in 100 minuten. Dat is, ik kan mij voorstellen, ja, dat is toch... Je hebt een basisinteresse nodig in dat onderwerp. De culturele centra halen hun quota, want die hebben ook wel een soort... Die hadden dat met de stand-up comedians, met de Nieuwe Snaar, met Raymond. Met, allee, je hebt zo een aantal culturele centra klassiekers echt. Die ook echt met een nieuwe show 2 jaar... die ze echt allemaal doen. Dus ik weet dat niet. Ik ben ook niet het soort mens dat nu gaat zitten bellen van en hoe ver staat al en zo. Ik bel altijd wel de maandag. Van, het zijn ook veel weekvoorstellingen. Ik ben wel een week in op voorhand omdat ze ook een DVD krijgen die ze moeten testen of dat hun apparatuur dat wel kan. Enfin, dus dat soort toestanden. En dan bel ik wel eens van en hoe is het en zo. En als het dan echt heel erg is, dan vraag ik van kunnen we niet naar een kleinere zaal verhuizen of kunnen we de zaal kleiner maken? Want ja, dat het met 50 man in een zaal van 400... is niet tof. Maar ik heb een fantastische try-out gehad in een klein zaaltje met 50 mensen. Snap je? Dus ook dat zijn factoren die wel mee dingen bepalen. Ja, ja. Was je zelf verrast met het immense aantal toezeggingen van cultureel? Immens is misschien overdreven. Ja. Het is echt fors. Ja. Het is veel. Ja, bedoel, ja, als je daaraan begon, nee. Zou je misschien gedacht hebben, 10 of ja, wat. Ja, zo in de nacht van de wansmaaksfeer. Zo. Dus in die zin was ik inderdaad verrast. Aangenaam verrast, weliswaar. Tot je realiseert van, wow, in combinatie met de lezingen die ik dan doe, dat zit bij een ander bureau, is dat helemaal dichtgeslipt. Het grootste deel van het najaar en tot nog mijn uitloop tot in april, maar eind februari is het zo, allee, dan zijn er nog 3 of 4 of zo in maart en april. Maar je hebt dan nu bijvoorbeeld de culturele centra die het niet hebben geboekt, komen nu wel kijken. En als die dat dan leuk vinden, ja, dan wil je dat misschien volgend seizoen. Dus het is heel moeilijk in te schatten wat dat uiteindelijk gaat worden. Nu, je kent mij, ik speel wel het liefst voor een publiek. Ik heb geen idee of ik... Ik zal dat uiteraard wel doen, hè. The show must go on en zo, maar als je zo... Dat weet ik ook nog bij de Nacht van de Wansmaak. Je komt dan uit Rotterdam, waar dan zo in een gigantisch bakbeest van zo'n oude wijkzaal 700 man zitten joelen en dan sta je de dag nadien in Enschede in zo'n multiplex voor 70 mensen. Dat is anders. Ja, sorry, dat is ook anders. Dan moet je even zo... Kom aan, en er toch invliegen en zo. Dus dat vind ik... Ja, maar dat zeggen echte acteurs en theatermensen natuurlijk ook. Hè. Die hebben ook dikwijls reisvoorstellingen waar dan de doek open gaat en er zo 20 abonnees zitten. Hè, van, allee, laat eens iets zien. Ja, dat is zo.